altijd een roofvogel geweest. Altijd maar op pad en roven. En, weet je, in de goede zin natuurlijk. Ik heb als portier gewerkt altijd. Ik heb altijd wel een beetje onkruid uit dingen moeten halen. Weet je. Dus ik heb altijd wel in een moeilijke situatie gezeten. Ik zocht het ook op. Voor niet erg om te doen. Dat was ook mijn leven. Dat is ook een soort strijd. Ja, zo normaal, als je aan de deur staat, portier, weet je, je hebt de verantwoording in kroegen of wat dan ook. Ik heb heel veel wedstrijden gedaan in mijn leven. Maar dit was wel mijn zwaarste wedstrijd en de mooiste wedstrijd van mijn leven. Ja, van mijn leven. Want dit heeft mijn leven wel weer een tweede leven gegeven. Het begint met een soort geelzucht. Dus op een gegeven moment zei iedereen, oh, wat zie je er bruin uit, zie je er goed uit, dit en dat. Nou, ik had twee maanden terug de laatste zonnebankje genomen thuis. Ik zei tegen mijn vrouw, nou, die lampen zijn nog goed, die gaan er niet uit. Maar het bleek dus dat ik geelzucht had. Dus dat, ik ben vergiftigd. Je zicht is minder, je ziet bijna dingen niet meer. Je kan niet meer, als je tv kijkt bijvoorbeeld, een film, dan kan je de tekst niet volgen. Want het is al weg voordat jij het uitgelezen hebt. Je wordt veel trager, maar je ziet veel minder door die geelzucht. Maar ja, als jij mij dagelijks ziet, dan zie je ook niet dat ik in één keer een stuk geler ben. Dat is bijvoorbeeld, nou ja, progressie is weg. Je ontlasting heb je niet meer. Gezwollen buik. Buikpijnen. Dus, maar ja, wie denkt er nou aan alvleesklierkanker? Dus ja, op een gegeven moment ben ik naar de, zet ik mijn vrouw en ik zeg, ik wil naar de dokter, want ik voel dat ik een gezwel heb. Want het is net of je organen met je praten. En niemand gelooft dat op dat moment, maar ja, je bent niet goed en je hebt weer wat. Ik naar de dokter, nou, de dokter zei, ja, neem maar een oxazepam pannetje. Dit. Ik zei, nee, ik wil gewoon een scan hebben. Zei, want ik voel gewoon dat ik een gezwel heb, maar wat weet ik niet. Heb ik toch die verwijskaart gehad. En toen bleek dus dat er een vlekje op mijn alvleesklier zat. Ja, ik wist helemaal niet wat dat me inhield. Mijn vrouw en mijn kinderen dus wel, die hebben wat nagezocht. Maar het bleek dus dat ik nog 5% overlevingskans had. Bij mij ging het er niet zo in eigenlijk. Omdat ik besefte dat niet. Ik wou het niet weten. Ik denk dat dat een soort manier is van vechten. En ik denk dat dat ook mijn leven gered heeft. Dus ik ging gewoon ook door met sporten en wat ik nog kon. De chirurg zegt, nou Johnny, we gaan je opereren. Maar je kans is 5%. Ik ga het voor je doen. Maar daarna moet jij het zelf doen. Knokken. Ik zeg, ja, maar ik heb mijn hele leven geknokt, dokter. Ja, maar dat bedoel ik niet. En toen dacht ik dat ik hem begreep. Maar nu, na deze hele periode, begrijp ik precies wat hij bedoelde. Ik heb dingen meegemaakt in die periode dat ik dus, ja, ik kan wel haast wel zeggen, op sterven lag. Waar ik nooit in geloofde. De dingen waar je bang voor bent in je leven. Ik was altijd bang voor een draaimolen. Klinkt misschien heel kinderachtig. Maar op het moment dat ik het licht zag, toen hing ik aan een draaiende wereld. De aarde of wat het ook is geweest, dat zag ik zo. En ik hield me vast aan die aarde, aan die draaimolen. En ik dacht bij mij, nee, ik kan mevrouw hier zo niet alleen laten. Ik zei, ik moet bij haar blijven. En toen heb ik met mijn laatste krachten mijn eigen erop getrokken. En toen was ik er weer. Ik krijg gewoon koude rilling. Maar dat is echt, dat was zo'n mooi moment. Mijn vrouw is mijn koningin, is mijn Maxima. Dat is gewoon, zij is mijn, ja, zij is mijn alles. En mijn kinderen, mijn vader. Ik heb ook nog chemo gehad. Dus nou ja, en dat trekt zoveel uit je lichaam. Dat is gewoon, dan ben je zo met jezelf bezig. En dan moet je weer precies zien te worden die je was. Ik was 10 kilo afgevallen. Ik kon bijna niet meer lopen, niks. Dus ja, je uit dat op degene waar je het meest van houdt. Dat was wel mijn vrouw. En die zei toen, Johnny, je moet naar Toon Hermans huis of zo gaan, weet je. Ik zei, nou, dat is niks voor mij. Ik denk, daar zie je allemaal mensen die doodziek zijn. En ja, je kijkt daar tegenop. Maar toen ik daar dus op een gegeven moment wel kwam hier, toen dacht ik, nou, hier had ik van eer moeten wezen. Je bent allemaal gelijk hier. Mensen die, je voelt gewoon dat die mensen jou begrijpen.
Kijk, met de verwenddagen bijvoorbeeld zie je dus mensen die in de chemo zitten of die na de chemo of weet ik veel wat allemaal. Maar ja, je bent gewoon, het is net of je familie van elkaar bent. Ja, dat is echt een uitkomst. Dus ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar het is voor mij, de meeste mensen gaan naar een kerk of weet ik veel wat, ik ga hierheen. Ik voel me hier gewoon veilig. Wanneer je het zelf opgeeft, geef je lichaam het ook op. Kijk, wanneer jij geestelijk blijft knokken, gaat je lichaam met je mee. Je geest en je lichaam is één in principe. Die kunnen elkaar niet in de steek laten. Als je dat wel doet, is het over. En bang zijn mag. Je mag bang zijn. Heb ik geleerd van Karin, van een psycholoog. Ze zeggen, maar jij bent bang. Ik zeg, ja, ik ben zeker bang, ja. Ja, maar dat mag. En toen ik dat los kon laten, toen ging er een deur open. Dan kun je er ook makkelijker over praten, dan kan je het verwerken en dan kan je, ja. Bang zijn, dat is eigenlijk een groot onderdeel van alle kracht die je moet sparen voor hetgene waar je voor knokt. Toch? Het is een hele mooie lange weg geweest, van heel ver weer naar het licht teruglopen. Door die tunnel heen in het licht. Ja, dat was zo, dat is de mooiste wedstrijd van mijn leven geweest. Nee. Voor boer of vrouw. Ja?